afgelopen 6 jaar is de verkoop van kunstbomen verdubbeld. Slechts 43% heeft nog maar een echte boom. En daar hoor ik ook bij. Maar de reden ervan is dat men zegt dat die naalden zo uitvallen. Daar moet toch iets tegen te doen zijn. Daar hoop ik vandaag achter te komen. Sinterklaas is net het land uit, dus worden er vanaf vandaag massaal kerstbomen gekocht. En dan is het toch lekker als je goede raad krijgt over die naalden bijvoorbeeld. Jan van Tuinland Groningen weet er alles van. Goedemiddag. Hallo. Kijk, hier hou ik nou van, de echte boom. Ja, prachtig is die, hè? Dat is een echte Noordmanspar. Een Noordman? Ja. Dat is de populairste op dit moment? Dat is de beste, die laat zijn naalden haast niet vallen. Veel beter dan de oude pijnspar die je vroeger vaak verkocht. En deze gaat de hele maand december mee. Ja, deze heb ik zelf thuis ook. Maar zijn er ook andere tips die je nog kan geven? Ja, je moet sowieso, als je hem in de kamer zet, hem eerst laten acclimatiseren. Het is hier 1 graad in de kas. Mm-hmm. En als je gelijk in een warme woonkamer van 23 graden komt, dan dat is niet goed voor het ding. Nee. Eventjes een nachtje in de schuur op 10 graden. En je kunt van de onderkant nog een plakje afsnijden. Dat je hem in een kerstboomstandaard zet waar water in kan. Ah. Dan neemt de stam toch nog een beetje water op. Dat is een goeie, ja. Als een soort snijboom, zeg maar. Ja. Wat voor boom heb je zelf thuis? Een kunstboom. Ja? Een zwarte, ja. Ja, hebben jullie die hier ook? Hebben we hier ook, heel veel. Dan ga ik daar ook nog eventjes naar kijken. Oké. Dankjewel. Slechts 6% van de Nederlanders heeft een boom boven de 2 meter. Maar ja, hij moet natuurlijk wel in je huis passen. Wil je voorafgaand aan de feestdagen geen ruzie in huis? Zorg dan dat 1 iemand verantwoordelijk is voor de kerstverlichting. Zo, dit is net of ik in de woonkamer van Joling sta. Ja, dat was ook ons idee. Ja, is dit de Geer en Goorstent? Ja, zo noemen wij deze kamer ook. Ja, het is goud, traditioneel goud. En dan gecombineerd met zwart, waardoor het toch weer een heel ander idee krijgt. Maar dat valt me wel op bij jullie, dat je ook echt voor iedereen wat hebt. Want dit vind ik een beetje kitscherig, hè, daar moet je van houden. Maar ik zie zo ook zoveel verschillende kleuren hier. Ja, klopt. We hebben eigenlijk voor iedereen... hebben we wel wat en ieder jaar combineren we kleuren weer anders met elkaar, dat het weer een heel ander karakter krijgt. En we beginnen eigenlijk al eind september, begin oktober, dat eigenlijk toch al wel het eerste thema staat. En zo werken wij door tot aan de kerst. Tot de kerst en dan is het klaar? Dan moet het klaar zijn, ja. En wat is het populairste bij jullie? Hier zie je toch eigenlijk wel dat wit en gecombineerd met zagroze, dat dit jaar heel populair is. Ja. En wat voor kleuren heb je zelf in je boom? Ja, ik heb ook eigenlijk veel wit in huis, dus ja, wit. Ja, veel wit. Ja. Nou, dan hoop ik maar dat het lekker gaat sneeuwen, hè? Ja. Dankjewel. Ze hebben zelfs aan Barbie gedacht. Nou, je hebt het gehoord. Wit met roze is dé trend dit jaar. Voor een traditionele kerstdecoratie houd je het overigens gewoon bij wit en rood en zet je uiteraard weer de kerststerren in huis. Ook populair ijzig wit met blauw en grijs, want daarmee creëer je toch een beetje wat we allemaal willen, een witte kerst. Sanne heeft nog een tip. Ik ben erover uit. Je moet een vrouw in Tuinland hier gewoon lekker alleen loslaten, dan komt het helemaal goed met alle kersten, accessoires en versieringen, toch? Precies. En Arno heeft er iets deze week voor onze rubriek De Wintercheck.